welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga de open maandreading doen voor het sterrenbeeld Kreeft. Herken jij je er nou in? Dan is het helemaal prima. Herken jij je er nou niet in? Dan is het ook geen probleem. Vandaar dat het ook de open maandreading is. Deze loopt vanaf nu ongeveer voor de komende 2 weken. En rondom 1 november komen weer nieuwe maandreadingen online te staan. Dus we gaan kijken hoe het met jou gaat, Kreeft. Hoe voel jij je? Voel jij je goed? Of zit je juist in tweestrijd, aan inspanning of angst? Heb je zaken in balans of uit balans? We gaan het bekijken. Hoe sta je in de liefde, relatie? Wat dan ook. Dus de open maandreading voor het sterrenbeeld Kreeft. Je bent best wel veel in je huiselijkheid voor het moment, Kreeft, wordt aangegeven. Veel op jezelf. Je hebt zoiets van, je neemt even een bepaalde pauze of rust eigenlijk met momenten in je leven, wordt aangegeven. Wel de energie op en bouwen om voor de toekomst, en dat kan over een maand zijn, dat kan over 3 maanden zijn, dat kan over een jaar zijn, maar voor de toekomst meer op een andere manier te willen gaan ondernemen, te willen gaan opbouwen. Ook vrij duidelijk in de laatste periode en deze periode om grenzen aan te geven. Om te zeggen voor jezelf, ik laat niet mij van mijn stukken of gevoelens of gedachten afbrengen. Dus je staat er vrij sterk in voor jezelf. Je vindt het op het moment wat prettig om wat te verbinden, zoals ik het hier zie, met vuurtekens. Je bent zelf waarder, dus misschien vind je het juist prettiger met ram, leeuw, boogschutter. En je hebt zoiets van, je neemt je rust, je neemt je moment, je neemt je meditaties en je hebt zoiets van, ik doe het wel heel even op mijn manier. Je bent echt voor jezelf op een andere manier bezig. En ballast op jouw schouders heb je niet meer nodig. Dat ben je los het laten. Je bent het een en ander toch op een goede manier Kreeft aan het verwerken. Uiteindelijk wil je wel weer gaan voor overwinningen, maar deze valt ook op zijn kop. Dus je hebt eigenlijk zoiets van, nu nog even niet. Je bent een beetje links en rechts om je heen aan het kijken. Je gedachten, je gevoelens. Wat ik al zei, je gevoelens. Over bepaalde situaties heen aan het gaan, laten gaan. En dan daarna te handelen. De koningin van de kelken. En dat wil zeggen, dus jouw waterteken. Je het vrij belangrijk vindt om echt goed in je element, je waterteken, je gevoel te blijven, je emoties te blijven en het niet meer even nou te ver buiten jezelf te zoeken. Want je hebt wel de zegenwagen rechtop en je weet ook voor jezelf van, ik ben beschermd, ik word geholpen en er komt voor de toekomst wel weer dus zeker een betere tijd aan voor jou Kreeft. Waarschijnlijk ben je met momenten best wel een lichtpuntje voor vele andere mensen. Dat mensen vaak hun steun of hulp bij jou zoeken. Die graag met jou, de levensboom, die graag met jou verbindingen willen maken. En dat laat je zeker met momenten toe, maar je ziet, je blijft ook op je eigen positie staan, grensbepalend, en je gaat je eigen weg ook op jouw eigen manier. Dus dat er vrij sterk voor jezelf in. Ik noem het ook wel eens het gezonde ego, en dat mag.
Want je hebt ook steeds meer gedachten van het oude is geweest en we kunnen het dan toch niet meer terugdraaien. We moeten bepaalde dingen achter ons laten. En je sluit ook heel duidelijk af. De kaart van de dood, dus je laat het heel duidelijk los. Transformatie in de energie kreeft. Situatie van bovenaf bekijken en een pauze ben je aan het nemen. Het blijft terugkomen voor jouw kreeft, voor dit moment in jouw leven. Het kan zijn dat bepaalde mensen niet eens zijn met de keuzes die je al hebt gemaakt. Dat mensen proberen je weer terug te brengen in een ander stuk, laat het niet toe. Want je gaat niet meer vast willen zitten. De gehangen op zijn kop. Je gaat niet meer vast willen zitten. Je hebt zoiets van, het is genoeg geweest. Want je hebt het goed op orde. Je hebt zaken op orde al gesteld. Daar heb je vertrouwen in. En dan denk je van, ik zie het later wel even allemaal. Ik pak nu die pauze, ik heb het nodig. Ik heb er hard voor gewerkt, ik heb het verdiend. Oké, kreeft, als je dat wilt, moet je dat doen. Mooi om te zien. Dan gaan we kijken voor de kreeft die single is. Sta je open voor de liefde voor dit moment? Of juist helemaal niet? Ben je misschien iemand tegengekomen? Heb je een gevoel voor iemand? Ben je nog misschien wat verbonden aan een vorige relatie, wat je misschien toch nog graag terug wilt? Kan zomaar zijn. Kreeft die, nog een keer. Kreeft die single is, wat gaat er gebeuren? Je bent pijn gedaan, je bent aangevallen. Ik begrijp waarschijnlijk nou steeds met eerder een stuk uit de reading. Je bent pijn gedaan, je bent aangevallen. Kan zijn dat er met momenten nog wat gebeurt, maar wat ik al zei, je laat het niet meer toe. Je hebt zelf soms een gedachte en een gevoel erbij van... Het hoeft niet eens meer gerechtvaardigd te worden. Je laat het echt los. Je wilt dat de nieuwe persoon je veel helderheid biedt, eerlijk is, oprecht is. Voor minder ga je het niet doen. En het moet stromen. Maar waarschijnlijk moet je nog een zwaar stuk verwerken uit een vorige relatie. Die vrij misschien narcistisch is geweest of negatief. Of dat er verkeerde emoties zijn geweest of invloeden van buitenaf. Dat je daar nog het een en ander moet gaan loslaten. Zou je willen verbinden, zou je het beste, zoals ik het je zie, kunnen gaan voor een luchtteken. Tweeling, weegschaal, waterman... Maar ik zie het nog niet echt heel duidelijk, want je bent eigenlijk op een moment bezig om een beetje je eigen podium op je eigen manier weer vanuit je eigen visie te gaan nemen. Dat heb je nodig. Het gezin, familie, kinderen, mensen die dicht bij jou staan, vind je wel belangrijk zeker om die dicht bij jou te houden. Dit kan trouwens ook nog staan voor een verhuizing. Misschien wil je totaal in alles een nieuw begin gaan maken. Wat ik al zei. De kluizenaar. Ik denk dat je nog even eraan toe bent kreeft om nog even een periode alleen te blijven. Want je hebt het nodig. Wat heel duidelijk aangeven dat je het even nodig hebt aan misschien een gedachte of een gevoel erbij van luister, ik heb deze tijd nodig, deze neem ik mee en ik zie het volgend jaar wel. Oké, ik ga er niet verder op kijken, want het blijft denk ik toch vrijwel hetzelfde verhaal daarin.
En ook dat mag. Dan gaan we kijken voor de tweede, voor de kreeft en relatie. Gaat het goed met jou in deze relatie? Voel jij je verbonden? Of voel je je juist met momenten alleen? Dan heb je zoiets van, hey, ik ben hier alles zelf aan het regelen. Of misschien trek jij je juist bewust even terug. Kreeft en relatie. Kreeft en relatie. Belangrijk vind je het kreeft om samen te werken, om samen te manifesteren, om samen te gaan voor het succes en om samen steeds meer het oude, de ballast van jullie af te laten gaan. Je komt jezelf de koning van de kelken. Dus de gevoelswereld laat je ook heel duidelijk spreken in de relatie. Je gevoelens steeds meer uiten, steeds meer delen. Maar waarschijnlijk heb je het moment dat je dat vaak als enige bent aan het doen. En dan heb je zoiets van, je verwacht het ook steeds meer van jouw partner. En dan sta je wel voor steeds meer dat er duidelijke keuzes in gemaakt moeten worden. Maar het zal in alle rust moeten geschieden. Ga nooit te snel hierin, want dat kan ook frustraties geven, spanning geven. En je soms misschien even op het moment ook je even van de domme houden. En de persoon waar je mee samen bent ook even in zijn of haar proces even laten. De ander ook durven lessen te laten leren. Kinderen, gezin, familie, wat er straks al kwam, vind je erg belangrijk. Ook het innerlijke kind, ben je ook vrijwel sterk mee bezig. Natuur, blijf verbonden met de natuur, belangrijk. Blijf ook met je waterteken verbonden, met het element waterkreeft. En wat ik al zei, je wilt die gelijkwaardigheid hebben. Daar gaat het om in jouw huidige relatie, kreeft. Mooi om te zien. Ga zo door. Goed, kreeft. Stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daarop neem ik dan een inzichtkaart en dat is dan jouw antwoord. Dus kreeft, stel je vraag. Jouw antwoord is, ik ben bereid de nee's onder mijn ja's te verkennen. Denk er eens over na en ben daar bereid toe. Dat is belangrijk voor de komende periode en dat is een antwoord op jouw vraag. Mooi. Nou, kreeft, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Of als je de video mooi vond of jij jezelf erin herkent, laat dan ook even een reactie onder achter. Hieronder achter als je wilt. En abonneer je even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Hoi hoi.